Vandaag, op deze 4 mei, herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat doen we traditiegetrouw samen met onze stadsgenoten, die zelf of hun ouders of voorouders de gevolgen van de bezetting hebben ondervonden. Leden van de Joodse gemeenschap en zij die actief deel uitmaakten van het verzet. We staan stil bij de vele levens die de bezettingsjaren 1940-1945 hebben geëist. Van de leden van het verzet die hun heldenmoed met de dood moesten bekopen. Van de andersdenkenden als communisten, sociaaldemocraten en Jehovah's getuigen die vanwege hun politieke of geaardheid of geloofsovertuiging werden omgebracht. Mede dankzij onze democratische rechtsstaat leven wij in ons land al 77 jaar in vrijheid. Samen met de burgers van tientallen andere democratisch bestuurde landen. Die mogen zeggen wat ze vinden, mogen demonstreren, met onafhankelijke media die de macht controleren, met vrije verkiezingen. De gebeurtenissen in Oekraïne laten nog maar eens zien hoe kwetsbaar vrijheid is. Hoe belangrijk het is dat mensen mogen zeggen wat ze vinden, hoe belangrijk onafhankelijke journalistiek is. En laten wij pal blijven staan voor onze vrijheid. Wij zijn 2 minuten stil voor hen die toen niet vrij waren. Wij zijn 2 minuten stil voor hen die nu niet vrij zijn. Wij zijn wel vrij, maar juist dat doet pijn.